Het lijkt voor de buitenkant, voor ons volgers, alsof jij tamelijk moeiteloos bent aangehaakt bij het hogere niveau bij deze club. Is dat voor jezelf ook zo? In ieder geval wel sneller dan ik had verwacht. Ik heb ook meer speeltijd in het begin gehad. Dat had ik ook niet verwacht. Wat dat betreft is het heel snel gegaan en veel prima. Ja, wat zegt dat over jou? Ik denk dat ik me makkelijk aanpas. Bij Utrecht ging het eigenlijk ook gelijk goed toen ik daar net zat. Ook bij jongeren, Nederlandse elftal was er iets minder. Maar ja, ik kan me altijd wel redelijk aanpassen aan het niveau omheen, zeg maar. Ja, en dat zegt iets over het feit dat je je doorontwikkelt als voetballer. Waar ben je nog niet tevreden over? Zijn er punten die nog beter moeten, vind jij? Zo'n wedstrijd als afgelopen week bijvoorbeeld, dan winnen we 1-0. Maar we krijgen in de uitbraak wel een paar mogelijkheden. Dan vind ik zelf dat ik nog iets te onzuiver ben, waardoor anderen dus geen kans kan creëren voor anderen, zeg maar. Dat soort momenten moeten er wel uit en daar moet ik gewoon zuiniger in zijn. Vind ik dat me fysiek ook, dat kan altijd beter. En ook in de duels. Maar jij fysiek beter voor mij? Zijn geen speler in Nederland die zoveel loopt als jij, of niet? Nee, dat is qua conditie zit het wel goed, maar gewoon duelkracht en kopduels. En ik moet zeggen dat het er wel beter gaat, maar daar zit altijd nog verbetering in. Ja, ik heb me laten vertellen dat je echt uitgeteld bent na een wedstrijd, hè? Kloppen die verhalen? Uitgeteld? Ja, dat je echt zoveel geeft in een wedstrijd. Ja, dat zeker wel. En ik ben wel altijd moe na een wedstrijd, maar dat is dan meer het moe maar voldaan, zeg maar, gevoel. Is voor jou nog een item dat je niet op 10 speelt, maar hangend op rechts? Is dat anders voor jou? Hoe anders is dat? Het is wel anders. Je staat natuurlijk op een andere positie in het veld, maar voor mij is het wel lekker dat ik de vrijheid krijg om eigenlijk te zijn waar ik wil zijn. Ja, dat is misschien iets te overdreven, maar ik krijg wat vrijheid en voor mij is dat wel lekker. Ja, tussen de linies spelen noemen we dat dan. Dat is best verwarrend voor een tegenstander, althans dat kan verwarrend zijn. Ja, dat is inderdaad waar en dat is ook al in een aantal wedstrijden heeft dat goed uitgepakt. En ik probeer deze rol gewoon nu steeds beter in te gaan vullen. En door meer wedstrijden te gaan spelen, dan begin je ook dingen te herkennen en kan je het zo steeds beter gaan doen, zeg maar. Toen ik nadacht over dit gesprekje, dacht ik aan Dirk Kuyt, die ook een weg aflegde en telkens makkelijker dan verwacht aanhaakte bij een hoger niveau in zijn carrière. Ja, als die linker is, dan is dit een tussenstapje of niet? Vraagteken. Nou, als ik zo'n carrière als Dirk Kuyt mag hebben, dan heel graag. Maar volgens mij was hij wel een aantal jaar jonger toen hij bij Feyenoord kwam. Dat is wel waar, ja. Maar goed, leuk dat die link wordt gelegd. Ik voel mezelf gewoon meer mezelf, gewoon Jens Toornstra. We gaan zien wat Schipstrand, ik zit hier gewoon nu goed. Eerst maar even vraagteken winnen van PEC Zwolle. Dat is niet zo makkelijk volgens mij. Nee, zeker niet makkelijk. Ze staan niet voor niet zo hoog op de ranglijst. En het is gewoon een heel goede ploeg, veel voetballend vermogen en gaat zeker niet makkelijk worden.